Ik zou als eerste aan jullie allen willen vragen om, je bent al ingeleid kort aan de hand van de sheet, maar toch even iets over jezelf te zeggen. Iedereen hier aan tafel van wie ben je, wie vertegenwoordig je en belangrijker nog misschien, wat zie jij als voornaamste ontwikkeling binnen je eigen domein, om het zo te zeggen, als het gaat om audiovisueel materiaal en archivering. En nou wil ik bij Ella beginnen. Bij mij beginnen? Nou, dat kan, prima. Ella Kokmajewska, ik ben een directeur streekarchivaris bij het regionaal archief Rivierenland. We zitten daar ergens in de prachtige Betuwe voor een aantal gemeenten. Maar ik zit hier aan tafel uiteraard omdat ik secretaris ben van BRAIN. Brainsvereniging van archiefinstellingen in Nederland. En zoals jullie ongetwijfeld weten, heeft BRAIN nu een vrijgevorderde vrijage met CAVAN. Dat is Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland. Dat betekent eigenlijk dat ik zowel namens de instellingen als namens de professionals in de domeinraad wel het hopelijk slimme dingen kan gaan roepen op momenten dat het nodig is. En jouw vraag over de uitdagingen die het veld heeft. Ja, eigenlijk is het heel veel al in de woorden van Tom terechtgekomen. Want dat is eigenlijk wat de trendmonitor eigenlijk liet zien. Namelijk veel archieven, grote verspreiding, maar ook weinig expertise in huis en weinig middelen daarvoor. Buiten dat een grote, grotere problematiek die we niet in ons eentje als regionale archieven op kunnen pakken. Bijvoorbeeld auteursrechtproblematiek, opbouwen van kennis, de switch die we gaan maken van analoog naar digitaal, bewaren van conserveren van materiaal, eigenlijk de hele scope van zaken die we eigenlijk allemaal, ja, want het is een beetje preken voor eigen parochie. Volgens mij weten jullie het net zo goed als ik nu vertel. Dankjewel. Geldt dat ook voor de meer filmsector, de museale kant? Ja, in feite, want die uitleg van die trendmonitor gaf een heel mooi beeld van de problemen, zeg maar, of de uitdagingen. Hè? Dat is enerzijds bijvoorbeeld, wij hebben te maken natuurlijk met een complete nieuwe digital born workflow vanaf 2012. Dat is nieuw voor ons, zeg maar. Daar moet je op je workflows op afstellen. We hebben natuurlijk te maken met de uitdaging van hoe bied je de content op een heel diverse manier aan een groot publiek, een breed publiek. Daarbij natuurlijk hebben we te maken met de... op het gebied van auteursrechten hebben we natuurlijk te maken met de problematiek van hoe... Ja, zeker bij AV-archieven, filmarchieven is het heel erg lastig om soms de rechten te regelen, de rechthebbenden te zoeken. Daar zijn natuurlijk wel wat nieuwe methodieken voor om rechten te clearen. Gisteren was ik bij een endowproject bij het IVIR, Instituut voor Informatierecht. Daar dachten ze over crowdsourcing, om zeg maar de source in te zetten, zeg maar, te helpen om zeg maar rechten te clearen. Dat is een interessante uitdaging. Daarnaast hebben we natuurlijk het klassieke verhaal van de conservering van analoog materiaal en de digitalisering van analoog materiaal. En natuurlijk de hele digitale infrastructuur die opgebouwd moet worden. Dus we hebben allemaal denk te maken met een gedeelde problematiek. Ja. Er zijn natuurlijk wel verschillende snelheden. Beeld en geluid is natuurlijk heel ver. Wat digitaal betreft, wij zijn ook al redelijk aan het opschieten, zeg maar. Je hebt voorlopers, je hebt middenlopers, je hebt mensen die archieven die nog net moeten beginnen, zeg maar. Ja. Ik ben maar een arme archivaris en ik kom van Ameland, dus ik weet niet alles. Maar hoe zit dat dan bij het onderwijs, Sylvia? Want ik zie niet meteen de link met AV, archief en onderwijs, maar dat kan vanwege mijn gebrek aan kennis zijn. Dus help mij daar eens in verder. Ik ga het proberen. Ik ben Sylvia Moes, innovatiemanager onderwijs aan de Vrije Universiteit. En ik ben voorzitter van de Special Interest Group Media and Education in Nederland. En vertegenwoordig 155 leden vanuit 52 hogere onderwijsinstellingen. Waar ook veel mediatheken in vertegenwoordigd zijn. Maar ook heel veel centra hebben nog steeds een audiovisueel productieteam. Wat documentaires maakt, onder andere. Maar ook PR-materialen, maar ook meer AV-materialen richting erfgoed. En wat de uitdaging is dat op dit moment in hoger onderwijs in Nederland heel erg veel aandacht gaat aan de ontsluiting van open leermateriaal, omdat minister Bussemaker daar essentiële uitspraken over heeft gedaan, dat alle onderwijsmateriaal in 2025 openbaar moeten zijn. Dus daar begint nu ineens heel veel aandacht naartoe te gaan qua ontsluiting. En ondertussen staan al die archieven met heel mooie materialen
die zijn wel ontsloten, maar die zijn niet geconnect aan elkaar. Dus die maken geen deel uit van een groter netwerk. Laat staan dat die wellicht met standaarden ontsloten zijn om dat te kunnen doen. Dus bewustwording daarop dat daar ook belangrijk materiaal in zit wat eigenlijk aangesloten en breder ontsloten zou moeten worden, is wat mij betreft een heel groot issue in hoger onderwijs Nederland. Ella, zitten daar bekende onderwerpen voor jou in? Dat je zegt van, nou, misschien in het netwerk van AvaNet, om het zo te zeggen, kunnen wij elkaar versterken? Bijvoorbeeld jullie tweeën, zitten daar overlappen of zijn dat zo totaal andere werelden? Nou ja, afhankelijk natuurlijk van welk materiaal gebruikt zal worden, denk ik dat wij sowieso wederzijdse diensten kunnen wel kunnen waarderen en sowieso opleveren, als ik het eventjes zo plat mag zeggen, van specialisten, is ook natuurlijk voor het veld heel erg welkom. Dus dat kunnen we zeker doen, absoluut. En ik denk met wat jij vertelt, de rechtenkwestie. Nou, inderdaad, in de filmmateriaal is het nog veel omvangrijker dan in een puur beeld, als we het hebben over fotografie. Maar dat hebben wij als kleinere regionale instellingen, hebben we daar zeker mee te maken. Ondanks dat het misschien lokale omroepen zijn of zelfs een particuliere die komen met de filmmateriaal, hebben we daar ook allemaal mee te maken. Hebben we altijd allemaal dezelfde belangen of zijn er ook tegenstrijdigheden? Walter. Ja, ik denk dat je toch wel in principe wel dezelfde belangen hebt. Het is soms de vraag van hoe los je al die belangen op, zeg maar. Welke weg ga je in? En soms kunnen daar wat belangen, misschien tegenstellingen zijn. Maar dan kom je meestal wel uit, zeg maar. Ja, misschien even als ik even van mijn buurt mag spreken. Ja, tuurlijk. Er zijn natuurlijk, kijk, we gaan wel voorsorteren om zoveel mogelijk zaken zelf op te pakken, maar dat betekent niet dat er geen spanningsveld kan ontstaan. Want in de domeinraad zit ook bijvoorbeeld Lima, die vertegenwoordigt ook kunstenaars. Ja. En wij zeggen van, wij willen heel graag als archieven de prachtige kunstwerken, al dan niet digitale, digital born, ik had pas net een sessie met ook een digital born kunst, dat willen we heel graag aan iedereen laten zien. Maar kunstenaar die zegt van, hou eens even, hier zitten mijn rechten, wil ik dat wel? Dus dat kan wel een spanningsveld op. Is dat voor AI herkenbaar? Ja, dat is ook wel herkenbaar, denk ik, bepaalde punten. Van, kijk, ik vind het mooi, die NCDD-slogan is een beetje bijbels. Samenwerken wat kan en individueel wat moet. Dus je moet elke keer kijken, denk ik, van ja, waar kan ik samenwerken? En waar is het soms belangrijker om het individueel te doen? En dat kan ook in de tijd verschillen, zeg maar. Je kunt opeens een andere workflows krijgen of een andere toevloed van materiaal of een andere filosofie. En daar moet je denk ik op inspelen. En daar moet je elkaar denk ik ook de ruimte voor geven. Ja. Jij duidde net op verschillen in snelheden, verschillen in expertise. Ja. Beeld en geluid is een voorloper. Ik kijk naar jou, Tom. Uit die trendmonitor komt naar voren dat er AV-collecties zeer gewaardeerd worden, omdat bijvoorbeeld bij archiefinstellingen, omdat daar naar buiten toe gewoon een heel mooi beeld kan schetsen. Dat je kan zeggen, dit is heel interessant materiaal om ons te presenteren. Maar er zijn maar heel weinig medewerkers die daadwerkelijk aan AV-materiaal werken. Ja. Als je dan kijkt naar zo'n netwerk als AvaNet. Een netwerk bestaat natuurlijk uit mensen die zich moeten kunnen gaan inzetten. Die elkaar moeten kunnen helpen, elkaar moeten kunnen informeren. Die er dus ook tijd voor moeten hebben. Stel je voor dat ik nou aan de AV-collectie van Amersfoort werk. En ik heb daar 2 dagen in de week de tijd voor. En ik ben vandaag hier, dus ik heb al 1 werkdag minder. Wat doe ik dan? Hoe kan ik dan bijdragen? Is dat een onderwerp wat bijvoorbeeld voor beeld en geluid een zorg die speelt? Of is daar een gedachte over? Ja, natuurlijk. Ja. Een netwerk activeren is altijd lastig in die zin dat het heel veel met vrijblijvendheid te maken heeft. Maar die vrijblijvendheid die willen we een beetje gaan wegwerken. Ook door bepaalde incentives aan te reiken. Niet alleen aan de medewerkers die hier aanwezig zijn, want jullie hebben in principe al genoeg commitment en engagement getoond door hier aanwezig te zijn. Maar het zijn niet allemaal management- en directielagen die hier aanwezig zijn. En vaak zien we dat mensen die met audiovisueel materiaal bezig zijn, niet in besluitvormende lagen zitten van organisaties. Dus die willen wij ook gaan aanspreken en eventueel incentiveren met onkostenvergoedingen enzovoort, om toch zich ook voor het netwerk in te zetten. En dat kan met kennisdeling te maken hebben, trainingen of ook workshops, verplaatsingen die moeten bekostigd worden. Dus dat is wel iets waar Beeld en Geluid ook naar kijkt als een model om die local preservation networks, waar ik het even over had in aanleiding van Trendmonitor, om daar werk van te gaan maken. Een opmerking daarbij wel, en dat is geen disclaimer of zo, want we willen dat alsnog wel eens gaan doen, maar de intensiteit zal bepaald worden door
de mate waarin dat gefinancierd wordt door OCW. Want de ND-knooppunten, de knooppunten binnen het netwerk van digitaal erfgoed, die worstelen allemaal nog een beetje met het precieze mandaat. Wat is precies het mandaat? Hoe ver kan men gaan? Welke middelen horen daarbij? Welke middelen horen daar niet bij? En welke activiteiten kunnen we daaronder gaan scharen? Het is niet zoals bij VIA, waar er een heel duidelijk takenpakket ligt van dit moeten jullie doen, weliswaar op jaarlijkse basis wel, maar toch, daar is het veel helderder en hier is het nog een beetje onduidelijk soms. Hoe zit dat in het onderwijsveld? Ik kan me voorstellen dat ook misschien nog wat, niet preken voor eigen parochie, maar wel wat missiewerk nog nodig heeft. Ja, en organisatorisch ook. Hoger onderwijs heeft de laatste paar jaar flink bezuinigd, bij ons 35% van het ondersteunend personeel eruit. Dus wil je meters maken bij zo'n directie om binnen te komen en de medewerking te krijgen, denk ik dat we ook in moeten gaan zetten op slimme technologieën om die media te gaan ontsluiten. Dus daar waar het mogelijk is, moeten zoveel mogelijk semi-automatisch verrijken met metadata, zodat er zo min mogelijk handwerk aan te pas komt, want die mensen hebben we niet meer. Om ze mee te krijgen in dat veld. Dus ik ben daar wel met Arjan van Hessen bijvoorbeeld van UU en Twente over het nadenken van hoe kunnen we zijn taalmodel gebruiken om onze collectie beter toegankelijk te maken en die ook van de HVA en de UvA. Want we proberen ook steeds meer in de regio Amsterdam te denken van hoe kunnen we samenwerken, wat hebben wij met elkaar en hoe ontsluiten we dat op zo'n effectief mogelijke manier, maar wel via de standaarden om aan te sluiten op een bredere netwerk. Ik zie jou knikken, Ellen. Ja, inderdaad. Het is heel belangrijk, want eigenlijk ook wat vorige spreker zei, de budgetten zijn natuurlijk niet helemaal reikend. En dat betekent dat we allemaal keuzes moeten maken. En de keuzes die nu gemaakt worden, is ook heel vaak juist veel meer generalistisch te gaan werken. Dus de specialisten, die worden denk ik, misschien is dat een van de onderwerpen voor de diepte, maar die worden denk ik alleen maar minder, omdat je toch als bedrijf wil je zoveel mogelijk generalisten hebben om zoveel mogelijk werkdekking te hebben. En ik dat zie betekent jou eigenlijk kijken. Dat ja. En dat betekent, haken ze in. Ja, nou, dat betekent eigenlijk dat je misschien op een andere, dit is een andere soort specialisme. Wat jij zegt, bijvoorbeeld IT-technieken inzetten om diepteontsluiting te kunnen doen. Ja. Dan heb je andere soort specialisten, waardoor je dus ook misschien generalistischer kan gaan werken. Over meerdere, dus collecties, archieven, AW. Dan heb je een grotere dekking. Ja, dus generalistischer over verschillende collecties bedoel je, maar wel met hele duidelijke expertise. Yes. Oh, oké. Okay, ja, en dan ben jij dan gerustgesteld? Ja. Want waarom had je bedenking? Ik zag jou op een gegeven moment. Nou ja, in de filmarchief heb je juist natuurlijk heel erg behoefte aan specialisten, zeg maar. Hè? Specialisten op analoge film. Om te kunnen digitaliseren heb je specialisten ook nodig op analoge film. Om te weten wat die film is, zeg maar. Ja. Ja, en tevens moeten ze kennis hebben van de digitale techniek. Om te weten dat die film goed gedigitaliseerd is. En je moet specialisten hebben weer voor de digitale duurzaamheid. Dus je specialistische kennis is toch wel heel belangrijk, zeg maar. Mm-hmm. Ja. Vandaar, maar ik ben gerustgesteld. Ik sprak Jan Muller even op de trappen voordat we deze dag begonnen. En die zei van, ja, we zijn eigenlijk de afgelopen jaren of al een tijd, zijn wij gewoon eigenlijk een volledig digitaal bedrijf geworden. He, dus ook beeld en geluid heeft zich helemaal omgeturnd tot met andere competenties, andersoortige medewerkers. Is dat voor jullie sectoren, zie je dat ook zo voor je? Dat er andere medewerkers, andere competenties, andere directeuren misschien, sorry, nodig hebben. We moeten ook naar onszelf kijken. Ja, dat denk ik wel. Ik denk het heel sterk zelfs. En ik denk dat ook een van de grotere uitdagingen de komende 5 à 10 jaar voor het veld zullen zijn. Het is tevens ook misschien een kans, want in het veld is natuurlijk heel veel gaande op dit moment. Ook vergrijzing natuurlijk. Dat betekent dat je op natuurlijke basis misschien toch een enige vernieuwing in kan zetten. Want ook weer een beetje met de hand in de eigen boezem steken. Archiefveld is nou niet een hele dynamische en veranderingsgeziende veld. Dus op het moment dat je die kansen hebt, moet je die natuurlijk wel aangrijpen. Dus ja, nee, ik beaam het absoluut. Dat dit een hele grote uitdaging is. Ja, ik zie je kijken, denk ik. Ik hoef niet bevraagd te worden. Dus ik heb er iets andere mening over, denk ik. Of andere meningen. Ja, ga straks even een kop koffie drinken. Ja, oké. Wij natuurlijk als AIS Filmarchief, maar ik denk meer filmarchieven natuurlijk, die hebben beide expertise nodig. Dus zowel zeg maar het analoge, dat blijft heel belangrijk. We hebben 110 jaar filmgeschiedenis, waarvoor een heleboel gedeelte is nog niet gedigitaliseerd en moet nog een deel geconserveerd worden. Dus expertise heb je nodig. Daarnaast hebben wij best wel een instroom van jonge specialisten.
Dus die zeg maar heel erg IT-gericht en digitaal gericht zijn. Maar film is hip, hè? Ja, ja, en die leiden we ook weer op, zeg maar. Juist in die oude technieken. Om die brug te kunnen bouwen natuurlijk. Dus je moet beide kunnen. Dus wij gaan er eigenlijk vanuit van als filmarchief natuurlijk. Met gigantische natuurlijk analoge collectie, hè. Zelfs nog nitraatcollectie waar we regelmatig nog nieuw nitraatmateriaal binnenkrijgen. Dat NNN is. Dus op die analoge workflow komt bij ons gewoon een complete, snelle, digitale workflow. Maar er is wel heel veel interactie ook weer tussen, zeg maar, als je over digitalisering... Ik zie Tom Wijven, dat geldt bij jullie ook? Nou ja, maar ik wil er een kanttekening bij plaatsen. Want ik denk dat wel bij veel archieven waar audiovisueel materiaal aanwezig is. Dus niet alleen film. Film als drager is heel geduldig. Hey, je zag ook bij Debbie net, uiteindelijk de niet aangetaste films, die schuiven ze gewoon helemaal naar achter op de tijdlijn. Die worden eigenlijk pas na 2020 opgepakt, omdat film heel geduldig is. Ik denk dat heel veel AV-collectiebeherende instellingen die videomateriaal hebben, ja, okay, dat is niet zo geduldig. Ik denk niet dat wij daar de luxe hebben om heel lang die parallele wereld in stand te houden. Ik denk dat je daar heel snel toch naar een soort gedigitaliseerde omgeving zal moeten alleen gaan. Die cabaretfilms, die kunnen gewoon... Die cabaretfilms, die moeten nog even tegen de selectiematrix leggen. Ja. Dat zitten we dan niet met z'n allen met verschillende sectoren in dezelfde vijver te vissen van specialisten? Dus zitten we elkaar ook niet te concurreren? Of kunnen we ons elkaar daar juist in versterken? Nou, ik denk dat we elkaar in versterken, denk ik. In eerste instantie zijn natuurlijk heel veel mensen die graag willen werken. Er is heel veel talent. Ja. Hè? Dus ik denk gewoon dat wij, als we meer geld zouden hebben, zouden we nog veel meer talent kunnen aantrekken. Dat is denk ik geen punt. Wij hebben onderling, zeg maar, voor als we naar mijn beeld en geluid kijken, hebben we regelmatig wisseling van personeel. Hè, personeel dat daar komt bij ons, komt maar terug. Gebeurt dat ook met de archiefsector bijvoorbeeld? Nee, dat gebeurt niet. Niet op het gebied van AV-archivering. Daar zie je geen overspel. Waarom zou dat zijn, Ella? Nou ja, volgens mij heb ik net een hand in eigen boezem gestoken. Dat ze zeggen dat archiefveld nou niet echt heel erg veranderinggezind is. Dus men vindt het al lang wel, al snel al goed. En buiten dat, maar dit zijn echt misschien niet veranderinggezind, maar zeer, zeer gepassioneerde mensen. Ja. Dus op het moment dat ze zich echt helemaal in de materie bijten, dan bijten ze zich helemaal vast. En dan willen ze er ook niet vertrekken, denk ik. En ook niet veranderen. En ook, dan gaan ze helemaal voor. Het is gewoon te leuk bij ons. Het is gewoon te leuk bij ons, ja, zoiets. Ja. Maar dat hebben wij ook, hoor. Dus bij jullie is het ook leuk. Nee, mensen blijven heel lang in een instituut werken, zeg maar. Ja. Logisch ook, omdat ze echt dedicated aan die collectie zijn. Ja, je ook zegt. Ja, precies, ja. Die zijn eigenlijk verliefd op hun collectie, eigenlijk. Dan krijg je mee geen stok meer eruit. Hoor. En daarom is het misschien... Nee, de beeldgeluid zie je wel... Dat zie je wel... Ja, maar jullie is vreselijk. Dat is heel erg. De turnaround, nee. Je ziet wel dat... in het mediaveld met name wordt er wel steeds meer rondgekeken. Hè. Mensen zijn steeds meer op zoek naar nieuwe uitdagingen. Dus ik denk dat voor beeldgeluid wordt steeds meer een uitdaging om ook mensen vast te houden. Of dat erg is of moeilijk of is of niet, dat laat ik even in het midden. Want ik denk dat het ook goed is om continu die vernieuwing en die nieuwe ogen gewoon naar je organisatie te laten kijken, is ook heel verfrissend. Zou beeld en geluid niet een soort van talentpool kunnen ontwikkelen voor de andere sectoren om mensen op te leiden om juist op AV-gebied... goede dingen te doen? Nou, voor AV domein hopen we dat al enigszins te zijn. Als ik zie hoe mensen als Lotte bijvoorbeeld nu toch gewoon breder in de erfgoedsector gaan kijken naar audiovisueel gerelateerde thema's. Bijvoorbeeld onze oude ICT-manager die nu bij AI ook een AI-informatiemanagementrol opneemt. Dat zijn wel, ik zeg niet dat het een talentpool as such is, dat het is niet zo gericht, we hebben het niet zo ingericht om dan mensen als missionarissen in het erfgoed te zetten. Nou, je zou kunnen zeggen, maximaal 2 jaar bij ons werken en daarna moet je de archieven in. Of een jaar stage in de archieven. Nou ja. Café. Ik neem hem mee in de domeinraad. Dat is heel erg sturend. Misschien moeten we gewoon echt vanuit een model van netwerkende erfgoedinstellingen gaan werken. Ja. Over dat netwerk, als ik een kritische vraag mag stellen. Er zijn heel veel netwerken op dit moment. Ja. Als je kijkt naar NCDD, NDE, Archief 2020, AvaNet, DEN is misschien ook wel een soort van netwerk. Ja, ik ben een archiefje ergens in de Achterhoek met 5 medewerkers en er zijn 17 netwerken. Is dat niet wat veel? Kunnen we daar ook niet wat samen gaan voegen? Blijf stil. Ja. Nee dus. Nee, zijn geen foute vragen. Je hebt misschien wel een punt. En heel veel netwerken. Komt denk ik ook omdat, zeker in die hele digitale ontwikkelingen, er heel veel communicatie en interactie nodig is.
Bijvoorbeeld, je hebt nog niet de CCDD genoemd. Daar zit de AI in, zeg maar. AI is daar, de directeur van AI is daar voorzitter van. Dat is de Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid. En die zit weer in de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid. Ook weer een netwerk. Dus netwerk in een netwerk. Maar je merkt wel, zeg maar, dat er heel veel sectoren zijn. Denk maar aan de museumwereld. Die heeft weer zijn eigen netwerk. En toch hebben die netwerken op dit moment nog een functie, zeg maar. Een belangrijke functie. Om, zeg maar, die kennis te delen. Mensen kunnen organiseren middagen, dagen, weer anders dan deze dag, zeg maar. Een tijdje geleden hebben we een dag binnen de museumwereld over persistent identifiers georganiseerd, puur voor museummensen. Zo'n andere groep dan de archiefmensen weer, hè? Een andere groep. Dus er is wel behoefte, denk ik, aan heel veel kennisuitwisseling. Ja. Dus als die netwerken functioneren, maakt het niet zoveel uit als er een beetje veel zijn. En ik denk dat over een aantal jaren wordt het gewoon minder. Dat lost zichzelf op. Ja. Los zichzelf. Ja, natuurlijk. Ja. Ik zit zelf niet te denken aan samenvoegen, want daar hebben je moet gewoon je energie stoppen waar je invloed op hebt. En daar heb ik geen invloed op, dus dat schiet niet op. Maar ik zit wel te denken vanuit AvaNet, en daar hebben we de eerste vergadering over gehad, is misschien wel interessant om een infographic te gaan maken om die netwerken te visualiseren. Ja. Zodat in ieder geval dat archiefje in... Amerand, met 5 medewerkers. Ja, in ieder geval, ja, waar die ook zit. Ja. Maar dat hij in ieder geval informatie heeft en inzicht hebt in wie werkt nou met wie samen, op welke domeinen en hoe kan ik daarbij aansluiten. Maar ook wat kunnen ze voor mij betekenen of hoe kan ik daar een bijdrage aan leveren. En uiteindelijk zijn natuurlijk niet voor niks de knooppunten ook geformuleerd om toch enige clustering in te kunnen hebben. En dus aanspreekpunten. En dan is het inderdaad, als dan een schoenmaker blijft waar je leest, als die knooppunten dat dan doen, en wat we beeld, geluid, toch ontzettend op media en AV blijven doen, dan zolang je die communicatie inderdaad gewoon blijft lopen, dan kan je wel door die acronieme bingo in Nederland, in de erfgoedwereld, kan je daar wel overheen kijken. En ik denk inderdaad, het probleem lost zichzelf wel op. Dat die overlegstructuren die zullen minder worden. En het zal meer op persoonlijke netwerken, instituutsnetwerken. Ik hoop het wel. Al die mooie plaatjes die telkens weer getekend worden. Ja. Je hoopt dat die ook eens dat die echt gaan worden. En niet alleen op een dag als vandaag werkelijkheid zijn. En dan voor de rest van het jaar eigenlijk een soort sluimeren. Maar dat die ook tijdens het jaar gaan leven. Dat is wel mijn hoop. Ja, en ik heb alle hoop in het archief van Amersfoort met de 5 medewerkers en alle andere archieven die 5 medewerkers hebben, dat ze precies weten op welke punt ze zelf staan en welke netwerk hebben ze op dat punt nodig. Ja. En dan is die netwerk om ingeschakeld te hebben. Ja. En de persoonlijke contact is heel belangrijk, merk je toch, bij netwerken. Gewoon mensen kennen elkaar. Bijvoorbeeld nu hebben we net bijvoorbeeld een hele mooie lezing van Annemiek de Jong gehad en Daniel gehad over certificering. Ja, kijk, spreek je elkaar even aan. Je kunt elkaar bellen, je kunt elkaar vragen stellen. Dus ik denk dat het heel functioneel is. Ja. Ja. En verder denk ik dat het heel interessant is om ook de netwerken in kaart te brengen van wetenschappers die bezig zijn met algoritmes te ontwikkelen. Mm-hmm. Om media beter doorzoekbaar te maken. Ja. Om daar ook eens een visualisatie... Dus ook die wetenschap daarbij te betrekken. Ja, om dat netwerk ook eens in zicht te krijgen. Want voor hun gaat het om iets ontwikkelen, publiceren, eindigt op de plank. En ondertussen zitten wij na te denken van hoe zullen we dit dus oplossen? En het antwoord ligt ergens. Ja. Dus, dan ben ik wel even verwijzen naar onze heel actieve KNI-afdeling, die natuurlijk een heel sterke aansluiting heeft met het onderzoeksnetwerk. Waar wij ook proberen... dat zijn pilots inderdaad, die wij zoveel mogelijk proberen te integreren binnen het bedrijfsproces van beeld en geluid. En dat dan hopelijk ook weer verder kunnen brengen. Een beetje zoals nu het voorbeeld dat Lotte net presenteerde. Ja. Die dummy tool voor redacties, voor de omroepen die dan termen van de thesaurus kunnen invoeren. Ja, dat is in principe iets dat veel breder uitgezet kan worden. En dat vloeit ook voort uit verschillende samenwerkingen met universiteiten. En ze hebben weer content nodig om die modellen te testen. Dus je kan elkaar helpen daarin. Ja. Ja, we hebben nog tijd voor één laatste vraag, hoor ik nu, want ik heb een hele strenge voorzitter, dus die kapt mij dan af. Dat was jij toch? Ja, dat was ik, maar nu is het overgenomen. zo gaat dat. Als je kijkt naar vandaag, je hoeft niet heel concreet te worden, maar wat neem je nu van vandaag mee? Je zegt vanaf morgen wil ik dit doen, of ik heb dit geleerd, of ik ga dit anders doen. Wat levert dit nou op vandaag voor jou? Voor mij? Nou, ik vond die bijeenkomst over de certificering heel interessant. Daar zijn we ook mee bezig, zeg maar. En dat brengt je weer op nieuwe gedachten. Ik vond, chapeau voor jullie beeld en geluid, zeg maar, dat ze al zover zijn. En ik vond bijvoorbeeld heel leuk e-book met dan denk je van, god, dan kun je toch leuke dingen doen met digitaal materiaal. Ja. Zijn er nieuwe... Word je dan niet onrustig over de archivering en... Nee, totaal niet. Nee, we zijn heel erg gewend om juist, zeg maar, het materiaal ook te remixen en van alles mee te doen, zeg maar.
Dus het gaat van het een, zeg maar, het echt het klassieke bewaren tot het op een hele spannende manier naar buiten brengen eigenlijk. Ja. Ella, ja. Wat haal jij uit vandaag? Ja, verschillende. Sowieso vond ik het echt heel erg inspirerend zoveel jonge mensen hierop te horen spreken. Dat is wel heel erg leuk en hele innovatieve ideeën, ook veel richting onderwijs. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar ik heb ook tijdens een van de sessies heb ik al alvast WhatsAppje gestuurd naar een van mijn collega's van reserveer alvast 17 november, want dan moet je wel... Sollicitatiegesprek bij AI? Nee, dat net niet. Oh. Dat net niet, maar ja, dus je haalt altijd een goed ding op. Voor jou, Sylvia? Ja, heel veel inspiratie op gedaan. Ook geïnspireerd met interactive storytelling en augmented mogelijkheden. Het komt ook heel erg goed voor ons uit, omdat we daar ruimte voor aan het inrichten zijn. Dus ik heb meteen de ideeën van wat we daar allemaal mee kunnen doen en hoe we dat ook over kunnen brengen. Maar verder ook gewoon het netwerken, mensen ontmoeten die eigenlijk heel dichtbij in de stad zitten, maar die je nog nooit hebt gesproken. Dat helpt mij altijd enorm en ik heb heel veel ideeën over het algemeen, ook voor AvaNet, waarvan ik denk, ja... We hebben zoveel werk eigenlijk te doen. Ik weet niet of we het met 2 bijeenkomsten per jaar gaan redden. Ik denk maar. Het ook. Ja. En Tom als laatste. Ja, nou ja, het is risico om een beetje emotioneel te klinken. Maar wat ik eigenlijk heel sterk. En wat ik eigenlijk heel mooi vond was in het begin, ook wat ik nu vandaag ontzettend voelde, was de behoefte om gewoon meer met elkaar in gesprek te gaan. Als je zag in het begin dat voorstelrondje, we hadden het er ook net even over, hoe moeilijk het was om jullie gewoon weer terug op de bank te krijgen. Ja. Het was gewoon heel veel, mensen hadden elkaar heel niet lang gesproken. Eigenlijk zijn toch veel bekende gezichten voor elkaar. Voor sommigen ook niet, maar toch merkte ik echt een drang om met elkaar in gesprek te komen. Dus ik denk dat we echt wel meer moeten gaan nadenken. Wat ik meegenomen heb, is om meer na te gaan denken over lokale workshops, kleinschaligere workshops, dit jaarlijkse symposium sowieso echt verder te zetten. Dus zet het alvast in jullie agenda. We hopen het iets vroeger in het jaar te organiseren volgend jaar. Maar dat heb ik vooral gemerkt, dat die behoefte tot contact ontzettend groot is. Okay. Dank voor deze warme en emotionele afsluiting. Graag gedaan. Dank je wel.